strafschoppenreeks met Jan, Pennegoor of Hesseling. En hij mist tegen Ronald Waterloos. Pennegoor als eerste getroost door Arjan van der Lam. Hofland is de volgende. De directe tegenspeler van Pennegoor de Vesteling in dit duel. Hofland speelde goed. Hofland schiet raak. Scott Boe is de volgende voor FC Twente. Speelde één keer een bekerfinale in Schotland. Verloor toen met Aberdeen van de Glasgow Rangers. Booth moet deze maken. Booth moet deze maken. Maakt hem. Van Nistelrooy is de volgende. Toch redelijk uit de wedstrijd gespeeld door Grujic. In zijn laatste grote wedstrijd voor PSV voordat hij naar Manchester United vertrekt. Van Nistelrooy scoort. En is daar ziels gelukkig mee. Het was hem niet gegeven om in zijn afscheidswedstrijd in eigen stadion afgelopen weekend te scoren. Nu jaagt hij deze strafschop net onder Bosker door. Dat had alles met de snelheid van de bal te maken, want Bosker zat goed. Mooie reactie van Van Nistelrooy. PSV 2-1 voor. De derde strafschop voor FC Twente door Jeroen Heubach. Een zekerheidje. Scoort altijd vanaf 11 meter. En de Rode Vesteling kijkt toe. Heubach scoort altijd vanaf 6, 11 meter. Behalve nu. Waterreus pakt de tweede strafschop. Waterreus pakt de tweede strafschop. Het is 3-1. Nee, het blijft 2-1 natuurlijk. De volgende is van Van Bommel. Hierna heeft Twente nog maar twee beurten. Schiet Van Bommel binnen, dan staat het 3-1 en wordt het heel lastig. Pennegoor Vesteling mist. Hofland 1-0, Booth 1-1, Van Nistelrooy 2-1. Heubach mist. Van Bommel 3-1. Karnebeek is de volgende. Als hij mist, is het over voor Twente en pakt PSV de beker. Pakt PSV de dubbel, ze hadden de Johan Cruijffschaal al, pakt PSV de triple. Karnebeek mag niet missen. Waterheus stopte al twee strafschoppen en is hier kansloos. 3-2. Maar omdat ook Heubach miste en Pennegoor de Vesteling miste, heeft Twente nog maar twee beurten. Als John de Jong scoort is het 4-2 en heeft PSV de beker. Volgens Pothuizen zou Bosker er eentje pakken. Dan moet hij deze pakken. John de Jong. En Bosker pakt. En dus blijft het 3-2.
De laatste Twente penalty is voor Polak. Dit een mooie reactie van onder andere Jan-Willem van Heden, die in 1985 met FC Utrecht de beker pakte. Als Polak scoort is het 3-3, maar heeft PSV nog een strafschopnemer te gaan. Polak schoot vanaf 11 meter. Twente naar de finale. Moet nu scoren. Polak scoort. Het staat 3-3. Maar PSV heeft nog één speler te gaan die je moet nemen. En dat is Ronald Waterhuis zelf. De man die twee strafschoppen stopte. Die van Fennegoor op Hesselink en die van Jeroen Heubach. Waterhuis kan de man van de reeks worden. Ronald Waterhuis tegen Sander Bosker. Waterhuis, Bosker stopt! Bosker stopt! En zo heeft PSV toch een waanzinnig zeker lijkende voorsprong van 3-1. Met nog twee penaltynemers te gaan uit handen gegeven. En dus gaat de serie door. En dan is het volgens mij 1-1. Hulshof. Als eerste Hulshof. Scoort. En maakt er 4-3 van voor FC Twente. Jonas Kolka. Zo ligt de druk ineens weer bij PSV voor het eerst, want de eerste panelnemer van Twente miste meteen. Kolka, Bosker! FC Twente wint de Amstel Cup. Waar, ja, prachtig. Waar Waterhuis de held leek te worden, is het Bosker die de held is. Bosker stopt drie strafschoppen achter elkaar. John de Jong, Waterhuis, Kolka. Hoe heeft PSV dit weg kunnen geven? 3-1 voor in de reeks met 2 nog te gaan. De Jong miste. Waterhuis miste.